Ik vind het best wel spannend, maar ik vind het ook super tof dat we eigenlijk zoiets mogen doen. Want je krijgt niet zomaar de kans om dat te doen. Dus ik vind dat wel heel gaaf. Vliegen in die Dakota. Ik heb echt heel veel zin in. Spannend. Ja, ik vind het best wel eng. Het is de eerste keer vliegen voor mij. Nou, Dakota is een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. En ik ben nog nooit in een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog geweest. Zeker niet als hij ging vliegen. Dus ik denk dat het wel heel erg gaaf gaat worden. En heel erg leuk. En heel erg bijzonder. Nou, ik heb wel een beetje spanning. Maar ik heb er vooral heel veel zin in. Ja, ik ook. Dit is eigenlijk de VIP-ingang. En dus ook zijn jullie gewoon vandaag de VIP's. Hebben jullie allemaal je paspoort bij je? Welkom bij onze mooie prinses Amalia, de DC-3. Het is in 1935 vlogen voor het eerst. Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit en toen hebben ze dus dit vliegtuig gekozen als transportvliegtuig voor parachutisten. En toen zijn er in de Tweede Wereldoorlog bijna 13.000 van gemaakt in 4-5 jaar tijd. En allemaal door vrouwen in elkaar gezet, want de soldaten dat waren mannen. Ik heb überhaupt nog nooit gevlogen en om dan gelijk zo'n vliegtuig die ook in de Tweede Wereldoorlog heeft gevlogen, om daar dan gelijk in te vliegen vind ik wel heel bijzonder. Dit specifieke toestel is in 1944 gebouwd. En heeft ook daadwerkelijk meegedaan, Slag om Arnhem, Market Garden, 78,5 jaar geleden. Mensen aan de linkerkant uit het raam kijken, zie je zo'n heel mooi de vestingstad met allemaal van die punten eromheen. Dat is heel mooi om te zien. Heel vet. Want, ja, ook om dat van boven te zien, die stad, vond ik echt zo mooi. Want normaal zie je dat wel eens op tv of zo, dat je dan van boven die stad ziet in het miniatuur, maar nu om het zelf te zien, die ervaring is echt heel erg bijzonder. Ik vond het echt heel erg gaaf. Je zag zo heel Amsterdam en de grachtengordel kon je allemaal zien en nog een slot en nog een vestingstad. Dat was zo. Ja, ik vond het heel erg gaaf, heel erg leuk. En ik heb vooral heel veel water gezien, dus je ziet wel in Nederland veel water. Sommige kinderen hebben nog nooit gevlogen, dus dat is echt leuk om mee te mogen maken. Dat is eigenlijk een luchtdoop. En dan in zo'n vliegtuig. Het is echt heel erg bijzonder om dan nu in zo'n vliegtuig te mogen vliegen.